Nick van der Grint, je bent de Honorable Consul van Estonia. Je hebt daar heel lang gewoond. En ik wil even met jou praten over jouw ervaringen van het Estonische healthcare systeem en het Nederlandse healthcare systeem. Maar voordat we dat doen, wat is een Honorable Consul en wat heb jij gedaan in Estonia? En wanneer heb je gewoond? Een honorair consul die vertegenwoordigt een beetje de belangen voor de Esten in Nederland, in mijn geval. En dan ook nog in Noord- en Oost-Nederland, Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel. De Esten die bijvoorbeeld een paspoort of een nieuwe ID-kaart willen hebben, die kunnen die gewoon in Zwolle afhalen. Ze kunnen dat digitaal aangeven in Estland dat ze hem in Zwolle willen ontvangen. Daarnaast netwerk voor het bedrijfsleven. Est bedrijfsleven wat in Nederland wat wil, of Nederlandse bedrijven die in Estland wat willen, zijn altijd welkom om zaken te vragen. Oké, en je hebt in Estonia, dat is geweldig dat ze dat weer hebben opgezet. Hebben wij natuurlijk ook met de RVO, hebben wij dat ook hele mooie systemen in Nederland voor. We zijn er ook goed in. Wanneer heb jij er gewoond en wat heb jij er gedaan? Wat heb je daar gedaan? Ik ben eigenlijk in de Sovjet-tijd al begonnen in de turf. Turf, belangrijk product voor Nederlandse tuinbouw, basis voor potgrond. En heb in 1991 daar al de eerste bedrijven geprivatiseerd. En heb grotendeels gewoond van pak een beet 2000 tot ongeveer 2016, 2017. Ja, je kent dat land van voor naar achter, van achter naar voor. Je hebt zien veranderen. Je kent ook de digitalisering. Als ik jou nou moet vragen van, als je nou patiënt bent in Estonië, als we eerst even dat kijken van, toen jij daar in 2015, 2016, heb je nog wat anekdotes hoe het is om daar patiënt te zijn? Ja, je moet daar natuurlijk niet te veel patiënt zijn, sowieso nergens. Ik heb daar wel een keer ervaring gehad als patiënt en ik kan zeggen dat was een perfecte. Ja, noem eens wat. Wat is er nou? Wat merk je nou aan die digitalisering, zeg maar? Hè? Van, je hebt dat pasje, je laat zien dat pasje. Dat zeg maar de identiteit met een pincode. Ik heb inderdaad het mooie pasje. Ja. En daar kom je mee in het ziekenhuis. En dat is de eerste vraag van, hebt u uw ID-kaart bij u? Nou, die heb ik dan zeker bij me. En de arts heeft zijn ID-kaart daarnaast. Het begint eigenlijk met de dame die jou bij de receptie ontvangt. En later de Estse arts, iedereen heeft zijn ID-kaart. Dus je kan het in alle tijden ook zien in het systeem waar je zelf in kan terugkijken wie jou behandeld heeft. En die arts weet ook direct dat jij daadwerkelijk bent. Ja, dus en het grappige is, omdat die twee kaarten bij elkaar komen, op dat ogenblik heeft die arts toegang tot jouw medical healthcare systeem. Jij kunt dat ook terugkijken. Ja. En dat gaat vrij ver, dat gaat met die artsen, gaat dat zo. Maar ook bijvoorbeeld de politie, als de politie een bekeuring heeft gegeven, of een vergunning heeft afgegeven, of dat je met een ambtenaar bezig hebt, kun je dat ook zien in jouw eigen systeem. Hè? Die tracking en tracing, die is echt gewoon, die is best wel heel erg goed. En hoe zit dat met alle medische informatie en foto's en dat soort dingen? Heeft hij daar dan ook gewoon toegang toe? Ja, als er in een ziekenhuis het een en ander gedaan wordt, er worden foto's gemaakt of er worden medicijnen uitgeschreven voor stelde foto's. Die zijn een paar maanden later of een jaar later gewoon in een heel ander ziekenhuis op basis van jouw kaartgegevens. Zijn die zo weer terug te halen? En medicijnen, je krijgt geen voorschrift met een slecht handschrift erop en een handtekeningetje eronder waarmee je naar jouw eigen apotheek moet, zoals in Nederland vroeger. Maar je had al in een heel vroeg stadium jouw ID-kaart nodig en dan kon je bij iedere willekeurige apotheek in het land kon je je medicijn halen. Ja, ik hoorde zelfs dat je zei van in andere landen ook, sommige landen die waren aangesloten. Ja, Finland is bijvoorbeeld ook een land wat in dat systeem meeloopt. Ja, die hebben de X-Road ook gekopieerd eigenlijk. Die hebben de X-Road ook gewoon gekopieerd, zeg maar. Hey, en de kwaliteit van de zorg, zij geven op dit ogenblik 7,8% uit versus wij 12%. Hoe is de kwaliteit van de zorg in Estonia? Wat heb je daar voor ervaringen mee? Ik heb de kwaliteit als zeer goed ervaren en je bent direct welkom als patiënt. Artsen zeer deskundig en toen ik daar kwam in die tijd ook direct hypermoderne apparatuur vanuit Nederland. Dus dan voel je je al direct thuis, zoals dat heet. Ja, je had ook een ervaring dat je vloog, dat je met je vader vloog naar en dat je vader werd onwel, geloof ik? Ja, dan bel je op een gegeven moment of je laat via de boordradio weten dat er een arts nodig is. En dan staat er ook bij aankomst, als het vliegtuig in Tallinn landt, direct een ambulance naast die hem binnen enkele minuten in het dichtstbijzijnde
of in het dichtstbijzijnde ziekenhuis had. En daar is hij inderdaad opgelapt nadat hij op Schiphol een voedselvergiftiging had opgelopen. Zeer deskundig. Ja, de ambulance. Dus de kwaliteit is gewoon goed. En ze, op een of andere manier geven ze dus minder uit qua als percentage van het bruto nationaal product. Dat vind ik wel interessant. Dus die efficiency die komt eruit voort. Afspraken maken en zeg maar van het ene naar de andere dokter gaan, is dat ook makkelijker? Gaat dat makkelijk? Als je in het systeem zit, in het ziekenhuis, dan gaat dat vloeiend in één beweging door bijna. Ja. Zeer efficiënt. Ja, toen kwam je weer in Nederland terug. Dat digitale in Estonië en Nederland, wat was daar het verschil in? Wat merkte je daarop? Nou ja, ieder ziekenhuis in Nederland heeft eigenlijk zijn eigen systeem. Je hebt in de meeste ziekenhuizen heb je een pasje nodig, moet je eerst aanvragen en dan weet het ziekenhuis wie je dan bent en dan moet je alles weer opnieuw opgeven. In Estland, als je iets één keer hebt opgegeven, dan is het een regel, dan mag het niet de tweede keer gevraagd worden. Ja, het is een wet. Het formulier in Nederland begint weer met je geboortedatum en je geboorteplaats en alles wat je maar kan bedenken. In Estland weten ze dat. Ja, het is een wet zelfs. De overheid mag maar één keer iets vragen. Ja. Dat betekent dat alles in je kaart zit. Dus als je ID-kaart maar bij je hebt, heb je ook geen rijbewijs nodig. Ja, ze zijn er niet wantrouwend over. Dat je dan zegt, hey, de overheid weet alles van me en ik heb zelf geen privacy. De overheid weet in principe niks. Alleen degene die erin kijkt, die weet wel het een en het ander. Maar je kan zelf controleren en toestemming geven wie erin kijkt. Mocht er iemand inkijken waar je in feite geen toestemming voor gegeven hebt, dan staan daar behoorlijke straffen op. Dan kan je daar een klacht over indienen. Ja, dus Nederland heeft een eigen systeem. En die hebben meer regionale systemen rondom ziekenhuizen, zeg maar, georganiseerd. Dan heb je het landelijk schakelpunt. Wat was er nog verder over de kwaliteit van de communicatie, de kwaliteit van de digitalisering en de kwaliteit van de behandelingen? Wat waren jouw ervaringen daarmee? Nou, verder ben ik zelf niet zo heel veel behandeld daar. Ik heb wel een ervaring van een Nederlander die met een kankerprobleem in Nederland bij een ziekenhuis is geweest en daar de vraag heeft neergelegd, moet ik mij in Nederland of in Estland laten opereren? Die woonde overigens wel in Estland. En die kreeg het advies mee van, nou, de zorg in Estland is zeker niet minder dan in Nederland. Alleen het voordeel is meer handjes aan het bed. Ja. En dat bleek achteraf perfect verzorgd, goed geopereerd, perfect verzorgd en geen enkele klacht. Ja, nou ja. Maar je zag ook in Nederland hoe het privésysteem ook samenwerkt met het gewone systeem. En je had een oogoperatie en toen je het ziekenhuis vroeg... Een oogprobleem. Meld je bij een ziekenhuis, ja, oogartsen, sorry, wachttijd 365 dagen minimaal. Dan ga je hier in Nederland naar een privékliniek en die zegt, kom maar vandaag of kom morgen. In Estland ben je dan sneller aan de beurt. Nou ja, vandaag of morgen was dus ook bij de privékliniek prima. En dat werd ook, ja, betaald door de verzekering, zeg ja, maar. Zeker, ja. Dus dat is ook wel goed. Oké. Dus nog andere dingen die je merkt, het leven in Estonië versus het leven in Nederland? Dat je zegt, goh, dat is toch wel echt heel makkelijk hoe dat daar gaat? Of daar is Nederland duidelijk verder mee? Nou, we hebben natuurlijk recent weer gestemd in Nederland met het rode potlood. In Estland heb je daar je ID-kaart voor. En het wordt allemaal digitaal verwerkt. Dus uitslagen liggen er veel sneller. En het is veel, veel gemakkelijker. Ja, ja, maar het grappige vind ik, dus Estonië is het enige land waar je nog gewoon kunt gaan, waar je digitaal kan stemmen. Maar toch de meerderheid van de Estoniërs, die gaan gewoon toch nog lekker naar de stembus. Ook al kunnen ze het digitaal doen. Nou, niet de meerderheid. Ik denk dat het een ruime 60% is die het toch wel digitaal doet. Nou, dat is dan sinds de vorige keer dat ik het bezoek, zeg maar. Okay. Maar dan nog even terug naar de ID-kaart. Dat mensen in Nederland, iedereen die het ESSE-systeem hoort en kent en ziet, die zegt, wat een geweldig systeem, dat zouden wij in Nederland ook moeten hebben. En de andere partij in Nederland die roept van, nou, maar dat is niet veilig om alles met één kaart te doen. In Nederland vertrouwt men zijn eigen bankpas, viercijferige pincode. De ESSE ID-kaart, daar heb je zowel een viercijferige pincode als een vijfcijferige pincode. Lijkt mij veiliger dan slechts 1x4. Ja, ja. Ja, je hebt 1 pincode om te lezen, informatie te lezen en je te identificeren. En dan een andere pincode en daarmee onderteken je dat. Hè? Dat is je digitale handtekening. Ja, dat is ook wel een mooi systeem. Dus je logt er ook mee in je bankrekening. Ja. Alles zit erin.
Oké, nou, we gaan er heerlijk naar kijken met elkaar. Dus zien hoe het daar is. En ook, ze hebben nu een oud systeem, wat al 15 jaar oud is. En ze zijn dat nu helemaal weer aan het vernieuwen. Zij moeten echt ook weer gewoon alles mobile first en makkelijk. En die kaart is nu het centrum, maar dat wordt eigenlijk je mobiele telefoon. Dus daar zijn ze nu ook meer mee bezig om naar de volgende stap te gaan. Hey, Nick, hartelijk bedankt voor deze observatie tussen Nederland en Estonia. Wat dat betreft, die twee landen kunnen echt heel veel met elkaar. Die kunnen veel van elkaar leren. En Nederland, zo'n klein en efficiënt land als Estonia, is gewoon prachtig om naar te kijken. Bedankt voor je verhalen. Graag gedaan.